Eindelijk de lang verwachte sneeuw. We hebben er een week op moeten wachten, maar hij is aan het vallen. Als je het filmpje gezien hebt, was het heel hard aan het waaien. Je zag alles rood van kleur door de Sirocco-wind die eigenlijk vanuit Marokko de Mediterranee oversteekt, Sahara-zand meepakt. En hier in de bergen begint die wind rond te draaien, waardoor dat zand eigenlijk, zoals bij een centrifugaalpers, naar beneden valt. Van de nacht heeft het dan gesneeuwd en je ziet de oude sneeuwlaag. En hier ziet je een heel fijn laagje zand. En daar bovenop is een nieuwe laag sneeuw gevallen. Dat is een situatie om rekening mee te houden.
Goedenavond allemaal. Welkom in het hoofdkwartier van Transactief. We zitten letterlijk in de machinekamer van het bruisende brein van Transactief. En Transactief, dat is een actief reisbureau gespecialiseerd in mountainbike reizen. Geleid door twee personen, dat is enerzijds ikzelf, Sarah, en mijn partner Harre, die straks van mij het woord gaat overnemen en jullie gedurende ongeveer een klein uurtje zal entertainen. Tijdens de moment dat jullie aan het wachten waren, hebben jullie misschien een filmpje gezien, of ook niet, voor diegenen die later zijn binnengestapt. Maar dat was dus een filmpje over onze verkenning voor het bikeweekend in Cheuvetogne. We zijn maandag de laatste hand gaan leggen aan de parcours. Parcours die Harre in Strava heeft getekend. Straks gaat hij met u alle geheimen delen en dan kunnen jullie ook transactief worden. Hè? Nee, je zult zien, zo gemakkelijk gaat het niet. Trouwens, over dat weekend in Cheuvetogne, dat gaat doorgaan van 17 tot 18 april. We hebben er alles aan gedaan om het coronaproef te laten doorgaan en we zijn super blij dat we groen licht hebben en dat we het startschot kunnen geven. Er is nog plaats, dus heb je een beetje opgekropte energie of gewoon nog een keer hoesting om de benen nog eens te trekken, schrijf u in. Harre gaat de link delen in de chat. Je kan nog mee. Verder is het heel belangrijk dat jullie vragen kunnen stellen in de chat. Harre gaat daar dan op antwoorden. Als jullie de chatfunctie niet zien in YouTube, dan moet je even inloggen. Dus dan gaat je er eventjes uit, maak je snel een account aan en je kunt de chatfunctie ook volgen. Ja, en nu jullie toch in YouTube zitten, is het maar één muisklik away. Van subscriben op ons kanaal en dan mist je voortaan geen enkel leuk filmpje dat wij nog in de toekomst zullen delen. Dus abonneren, like ons kanaal en spread the word. Voilà, ik ben uitgepraat. Ik laat het woord aan Harre en veel plezier. Hopelijk steek je er iets van op. Dag! Goedenavond iedereen. Ik deel even mijn webcam. Dat gaat maar heel even duren. Geen bang. We gaan onmiddellijk overschakelen naar Strava. Sarah heeft de introductie al gedaan. Wat ik er even nog wil bijzeggen is dat routes tekenen op Strava voorbehouden is voor mensen die een Summit abonnement hebben. Neem niet weg dat je vandaag rustig kan meevolgen en eens kijken wat de mogelijkheden zijn. Als je nog wil beslissen, neem ik al dan niet Summit. Het is zeker iets wat wij de moeite waard vinden. Samen met nog een heleboel andere functionaliteiten die je erbij krijgt. Nee, maar dus voor vanavond is het niet nodig om al een Summit abonnement te hebben. Goed, we gaan eraan beginnen. Strava. Iedereen kent het wel, die vanavond hier aan het volgen is waarschijnlijk. Dus we gaan gewoon eens even de Strava interface overlopen. Ik ga het enkel hebben over het routebouwgedeelte. En waar vind je dat bij Strava? Dat is hier linksboven, ga je op die plus gaan staan en dan kan je een route creëren. Dan kom je dus direct in de interface, de routebouwer van Strava. We gaan hier ook even overlopen wat daar de bedieningen zijn. Zoal we hebben hier linksbovenaan is alles wat je kunt gaan gebruiken voor je routevoorkeuren in te stellen. Er is geen aparte selectie voor mountainbike. Je kan enkel kiezen wielrennen, hardloopsessie of wandelen. Nu, wij gaan met de fiets gaan rijden, dus we klikken op wielrennen. Verder kan je kiezen of je de meest populaire route wilt gaan volgen of de meest directe. Dus wil je zeg maar van A naar B zo kort mogelijk of wil je via de wegen gaan die het meest gereden worden op Strava. Daar gaan we straks nog even het verschil voor tonen. Hoogteverschil kan je daaronder gaan kiezen. Wil je zoveel mogelijk klimmen, wil je zo weinig mogelijk klimmen of maakt het allemaal niet zoveel uit. Dan kiest Strava gewoon voor jou. En dan komt het belangrijkste voor de mountainbikers onder ons. Dus boven kan je enkel wielrennen gaan selecteren. Maar hier kan je het oppervlakte typen. Een beetje ongelukkige vertaling van Strava. Maar je kan dus kiezen voor verharde wegen of bij voorkeur onverharde wegen. Als we gaan mountainbiken, hebben we liefst onverharde wegen. Dus dat is een eerste keuze die je moet gaan maken als je routes gaat bouwen.
hou rekening mee, als je al een route gebouwd hebt en je verandert die parameters dan, dan gaat Strava de route gaan herberekenen en kan het zijn dat je ergens anders gaat fietsen dan waar jij getekend hebt. Hieronder hebben we nog een slider, kan je de handmatige modus aanzetten. Dat gaan we straks uitleggen als we aan het tekenen zijn. Dan heb je nog een aantal kaartvoorkeuren die je kan gaan instellen. Je hebt een persoonlijke heatmap. De heatmap is eigenlijk een weergave. Ik ga even uitzoomen. Dat gaan we straks nog wel even uitleggen hoe we dat gaan doen. En dit is nu mijn persoonlijke heatmap voor België. Wat wil dat zeggen? Dat zijn eigenlijk alle plaatsen waar ik ooit gefietst heb en Strava heb laten opnemen. Die worden weergegeven op die kaart. Daarvan hebben ze twee verschillende heatmaps. Je hebt de persoonlijke heatmap van je eigen fietsgegevens. En je hebt de wereldwijde. De wereldwijde is dus van alle Strava-gebruikers, wordt geprojecteerd op die kaartachtergrond. Je kan die ook gaan uitschakelen en je ziet onmiddellijk het verschil. Er wordt enorm veel gefietst. Ik laat ze nu nog even uitstaan. Wat kan je nog gaan in- en uitschakelen? Dat zijn de segmenten bij Strava. Hoe meer je gaat gaan inzoomen, hoe gedetailleerder die worden. Kan ook leuk zijn om die te gaan gebruiken als je aan het tekenen bent. En één keer wat tekenen zijn, kunnen we ook kiezen om afstandmarkeringen op ons parcours te laten zien. Dan zien we hoe ver we al getekend hebben en hoe lang de tocht is. Hieronder kan je gaan kiezen tussen kilometers of mijl. Wij laten het gewoon op kilometer staan. En de laatste selectie die je nog kan gaan doen, is welke kaartachtergrond je wilt. Standaard gebruikt Strava kaarten van OpenStreetMap. Die ze wel zelf ingekleurd hebben. Het is niet helemaal dezelfde legende, daar gaan we straks even over terugkomen. Maar je kan gaan kiezen voor een satellietweergave. Als we terug even gaan inzoomen, kan handig zijn om van alles te gaan opzoeken. De mix tussen beide. Dus dan heb je de overlay van de getekende banen op het satellietbeeld. Hier kan je nog met de contrasten gaan spelen als je dat wil. En voor de wintersporters onder ons, want wij gebruiken Strava niet alleen om te fietsen, maar ook om onze toerski-activiteiten te gaan uittekenen, kan je ook een winterkaart weergeven. In België is dat niks spectaculair. Ga je in Alpengebieden gaan kijken, dan zie je veel meer relief en kan je ook de activiteiten van wintersporters via de heatmap gaan bekijken. Goed zo, ik zet hem terug even op standaard. Nog eens, er is weinig interactie mogelijk qua vragen stellen buiten via de chat. Sarah zit naast mij en zij probeert zo goed mogelijk de chat te beantwoorden. En straks kunnen we eventueel nog even wel wat vragen overlopen. Onderaan op het scherm ziet je alles wat met uw statistieken te maken hebben, zeg maar. Dus hier, we hebben wielrennen geselecteerd om te gaan tekenen. We gaan straks de afstand zien, het hoogteverschil, het hoogteverlies. Als je in een lus rijdt, zijn die beide gelijk natuurlijk. En de geschatte beweegtijd. Strava gaat gegevens van jouw profiel gaan uitlezen van de laatste 4 weken. Dus de laatste 4 weken dat je gefietst hebt, bekijkt Strava je gemiddelde snelheid en vergelijkt dat ook met de wegen die je gefietst hebt. En aan de hand daarvan wordt er een geschatte beweegtijd gemaakt. Dus dat gaat iets zijn dat voor iedereen anders is. Een volgend leuk ding om in de gaten te houden als we gaan mountainbiken is het type oppervlak. We krijgen het percentage verhard, het percentage onverhard en niet gespecifieerd. Niet gespecifieerd zijn dan kaartgegevens waarvan Strava nog niet weet of het verhard is of onverhard. Goed, we hebben de linkse kant volledig bekeken, de onderkant hebben we bekeken. Hier rechts zie je hoogteprofiel staan. Als je dat aanklikt, ga je straks een hoogteprofiel krijgen van wat we aan het tekenen zijn. En je kunt ook nog een overzicht van alle segmenten die binnen het kaartbereik liggen, kan je hier te zien krijgen. Rechtsbovenaan zijn er nog een aantal mogelijkheden. We kunnen met een blanco kaart beginnen of we kunnen ook al een GPX gaan opladen, zeg maar. Als we al een GPX file hebben, kunnen we die in Strava opladen en die gaan bewerken. Dat bekijken we straks even. Met deze 2 pijltjes kan je de richting gaan veranderen van wat je getekend hebt.
Hier ga je bewerking mee ongedaan maken. Hier ga je ze terug gaan zetten, de bewerking. Je kan ook alles wegsmijten of straks ook gaan opslagen. Goed, startscherm van Strava-routes. Dit is ook heel leuk. Als je hierboven klikt, kan je onmiddellijk kiezen waar je wilt beginnen met fietsen. Ik ga vandaag ons parcours eens uitleggen wat we uitgetekend hebben voor het weekend dat we in Cheuvetonne gaan rijden. We beginnen daar in de buurt van Dinant. Dus ik ga gewoon op zoek naar Dinant. En je ziet, Strava brengt mij direct naar Dinant. En ik krijg de mogelijkheid om Dinant als startpunt te geven of om die te negeren. Ik weet dat we niet in Dinant zelf beginnen, dus ik ga dat gewoon even negeren nu. Maar nu zit je al zeker in de juiste streek. Je kan met het muiswiel kan je gewoon gaan in- en uitzoomen. Of je kan ook de plus en de min hierboven gaan gebruiken natuurlijk. Als ik nu eens even ga verder inzoomen, dan zie ik dat er ook hoogtelijnen op de kaart tevoorschijn komen. Dus als we uitzoomen, krijg je natuurlijk minder details. Gaan we gaan inzoomen, krijg je meer details te zien. De kaart kan je verschuiven door de linkermuisknop gewoon in te klikken en dan beweeg je met de kaart naar waar je wil. Dus dat is de kaartbesturing. Nu ga ik even gaan zoeken waar we willen starten met onze fietstocht. Ik weet dat we een hotel hebben langs de Lessen en het hotel ligt hier. Op de kaartachtergrond kan ik zien dat dit gebouwen zijn. De wegen zijn opgetekend. Wil ik dan nog eens zeker dubbel checken dat ik op de juiste plaats vertrek met mijn tocht, dan ga ik even naar satellietview. En ik zie inderdaad, hier is een hotel en de parking. Dus daar vertrekken we met onze tocht. Om het vertrekpunt aan te geven, heel eenvoudig. Je gaat gewoon ergens op de kaart staan. En je klikt één keer links en je krijgt een groen bolletje. Dat is het vertrek van uw route. Nu gaan we nog eens even gaan kijken, alles staat juist. Wielrennen hebben we geselecteerd. We gaan de populairste volgen, wat wil zeggen dat we de heatmap gegevens gaan gebruiken die Strava verzameld heeft. Ik wil maximaal hoogteverschil en bij voorkeur onverharde wegen. De eenvoudigste manier om te tekenen, stel ik ken de streek helemaal niet, ik weet wel dat ik daar wil vertrekken. Ik ga uitzoomen en ik kies bijvoorbeeld dat ik richting hoe jij wil fietsen. Ik klik daar terug op en je ziet Strava tekent voor mij automatisch de route. Heel eenvoudig, zal waarschijnlijk een mooie route zijn. Maar hoe meer tussenpunten je gaat gaan specifieren, hoe directer je zelf de route kan gaan beïnvloeden natuurlijk. We hebben nu even automatisch laten tekenen, dus we zijn vertrokken aan het kasteel en we gaan richting Hoeje. We zien hier onderaan al 11 kilometer. We stijgen 332 meter en we zakken nog een beetje op. De geschatte beweegtijd, maar wat vooral leuk is, is hier zie je de onderverdeling tussen verhard, onverhard en niet gespecifieerd. We hadden hier aangegeven dat we bij voorkeur onverharde wegen wouden. Daar is zeker rekening mee gehouden. Als ik die voorkeur ga gaan wijzigen naar verharde wegen, dan zie je dat Strava automatisch die route gaat vertekenen. Dus nu krijgen we 91% verhard en zo goed als geen onverhard. Er zit wel nog 9% niet gespecifieerd in. En dat kan van alles zijn. Ik ken de streek daar vrij goed. Niet gespecifieerd is wit met een rood lijntje rond. En ik weet dat dit verhard is. Voor een of andere reden weet Strava dat nog niet. Dus je kan wel voor verrassingen komen te staan als je met de koersfiets wilt gaan rijden. Het kan zijn dat je ergens een klein beetje onverhard tegenkomt, maar van alle routeplanners die we al getest hebben, hebben tot nu toe de beste resultaten met Strava. Ik zit hier nu terug even op onverharde wegen en je ziet, Strava gaat onmiddellijk terug gaan herberekenen. Wij gebruiken Strava ook om onze parcours samen te stellen.
Strava is een hulpmiddel voor ons. Als in de eerste plaats werken wij natuurlijk met onze eigen kennis die we hebben van de streken door te gaan fietsen en door op stafkaarten te gaan lezen. Want zoals je al gezien hebt, de legende van Strava is heel beperkt. Ze werken eigenlijk maar met twee kleuren voor de aanduiding van de wegen. Je kan ofwel een witte weg hebben, zoals hier. Die is verhard. Alles wat volledige, volle lijn is, zijn verharde wegen. Zie je die stippenlijnen, dan weet je dat je op onverhard zit. Je kan niet gaan afleiden of het privé is of niet. Daar wordt geen onderscheid uitgemaakt, onderscheid in gemaakt. Dus daar kan Strava u niet bij helpen. Wat is bijvoorbeeld wel een mogelijkheid? Als je naar OpenStreetMaps gaat, dat zijn de kaarten die ook gebruikt worden door Strava om hun eigen kaarten te gaan samenstellen. Ik pak er even hetzelfde gebied bij. Als we nu gaan vergelijken, momentje, zo. We zien hier de buurt van het kasteel waar we vertrekken. Er zijn volle witte lijnen en er zijn stippe lijnen, maar geen kleurverandering. Als we op OpenStreetMaps gaan kijken, dan zie je dat er al veel meer kleuren op de kaart staan. We hebben bruine stippe lijnen, er zijn rode stippe lijnen. En je ziet hier links de legende beter uitgelegd. Nogmaals, ook bij OpenStreetMaps wordt er geen onderscheid gemaakt tussen privé of openbare toegankelijke paden. Maar wil je wat meer gaan uitzoeken wat er juist op de kaart staat, kan je altijd even de link gaan leggen naar OpenStreetMaps. En daar krijg je een beter zicht op de legende. Goed, terug bij Strava. Zoals gezegd, we hebben nu gewoon Strava zelf het parcours laten tekenen. We hebben een beginpunt gegeven, we hebben een eindpunt gegeven. Strava heeft aan de hand van de wereldwijde heatmap de populairste wegen gebruikt. Vragen we nu aan Strava van de meest directe te gaan volgen en toch nog onverhard, dan gebeurt er terug een herrekening en wordt het parcours terug aangepast. Nu, wat is nu het leuke van zelf routes te maken, is natuurlijk vanzelf te kiezen waar je wil gaan fietsen. We gaan het eindpunt verwijderen door rechtermuisknop route wissen en terug even gaan inzoomen op ons vertrek. Als je wilt gaan fietsen in een streek die je niet kent, is het leuk van die wereldwijde heatmap aan te zetten. Dan zie je natuurlijk waar er vaak gefietst wordt, waar de leuke padjes of wegjes kunnen zijn. Hou er wel rekening mee, er is geen onderscheid tussen wielrennen en mountainbiken. Dus hoe meer er gefietst wordt, hoe donkerder de lijn blauw gekleurd wordt. Hoe minder er gefietst wordt, dan zal je zien dat er veel lichtere schakeringen of dat er veel minder lijnen getrokken worden op de heatmap, zeg maar. Dus je kan er bijna van uitgaan, alles wat donkerblauw gekleurd is, is verhard. Omdat er sowieso veel meer wielrenners op de baan rondrijden dan mountainbikers. We gaan nu zelf onze routepunten gaan specificeren langs waar we willen rijden. En je ziet direct het onderscheid. Hier is het niet gespecificeerd, de ondergrond, en vanaf hier komen we op onverhard. En dat klopt ook effectief. We zijn vorige week daar gaan fietsen als verkenning en Strava heeft het daar helemaal juist. Dus hoe meer routepunten je plaatst, hoe beter je zelf kan bepalen langs waar je wil gaan fietsen. En Strava doet dat heel gedetailleerd. Ik ga hier even gaan inzoomen. Als we dan even terug naar het satellietbeeld gaan. En ik zet even de heatmap uit. Dan zie je dat je echt wel onverhard zit. Hier is een spoorwegbrug. En ik zet even terug op het standaard tekengerief. Ik wil die brug gaan oversteken. En Strava tekent zelf langs waar ik de brug over kan. Dus als je wil mountainbiken, liefst zelf zo gedetailleerd mogelijk gaan tekenen en die stippenlijnen gaan opzoeken, dan ben je zeker dat je op onverhard terrein zit. Heb je er graag een hoogteprofiel bij,
Dan kan je hier links onderaan het hoogteprofiel gaan aanklikken. En als we nu even gaan uitzoomen om het hele parcours te hebben. Zodra je over dat hoogteprofiel met de muis gaat, dan zie je dat die cursor langs je parcours gaat bewegen. Dus je kunt zien waar de hellingen zitten, waar het terug naar beneden gaat. We gaan de lessen over, dus hier zit laag. En hier komen we terug in de buurt van de lessen en het gaat terug naar beneden. Goed. Dus dat is nu gewoon het tekenen van de route. Heel eenvoudig, je zet zelf je routepunten. Hoe preciezer je die routepunten zet, hoe zeker of hoe zekerder je bent dat Strava zal de route tekenen langs waar jij wilt. Zet je ze verder uit elkaar, dus ik ga nu een heel eind verder gaan, dan beslist Strava zelf langs waar er gefietst wordt. En hier komt terug een beetje terreinkennis aan te pas. Wij weten dat dit verboden is om te fietsen. Je zit daar in een Natura 2000 gebied, je mag daar niet fietsen. Strava heeft me daar wel langs gestuurd, omdat ik niet genoeg tussenpunten geplaatst heb. Maar ik kan nu gewoon die route vastnemen en ik kan die gaan verslepen. Dus ik wil op de linkeroever blijven van de lessen. En je ziet, de route wordt onmiddellijk hertekend. En we blijven op onverhard, omdat dat onze voorkeur hier is. Op zich is dat heel intuïtief. Dus dat is iets waar weinig mensen problemen mee gaan hebben. Hier zien we dat Strava ineens volledig terugkeert, terwijl ik toch hier zou willen uitkomen. Dat is een beetje een rare sprong. Die kan ik gewoon hier ongedaan maken. En ik ga Strava forceren van toch langs daar te gaan en me hier naar beneden te brengen. Hij doet het nog steeds niet, dus dan plaats ik gewoon nog een punt bij. En waarom wou Strava dat nu niet doen? Omdat ik eigenlijk hier op verhard terrein zit, terwijl ik hier onverharde wegen had gevraagd. Maar toch kan ik Strava forceren van langs daar te gaan. Dus zo tekent je zelf je routes. Stel nu dat er hier een hele leuke singletrack zou zitten. Maar Strava herkent die niet. Hier is geen weg getekend. Dus als ik hier nu ga klikken, dan zie je dat Strava me helemaal terugstuurt. Maar ik wil hier recht naar boven gaan. Dus ik doe die stap terug weg. En nu komt de handmatige modus handig van pas. Ik schakel die even aan. Je krijgt dan een waarschuwing van let op, je gaat handmatig gaan tekenen. Wat wil zeggen dat er geen, of dat er de kans is dat er daar geen weg is. Maar als jij het terrein goed genoeg kent en je wilt toch langs daar gaan, hè, dan kan je dat gewoon gaan wegklikken. En dan kan je zeggen van kijk, ik wil wel langs daar. Strava tekent dan gewoon een rechte lijn, omdat er geen kaart ondergrond is. En de ondergrond wordt ook niet gespecificeerd, omdat Strava natuurlijk terug niet kent. Ik ga nu terug tot op de stippenlijn en ik kan nu gewoon de handmatige modus uitschakelen. Dus zo eenvoudig kan je gaan tekenen met Strava. Welke hulpmiddelen heeft Strava nog ingebouwd? Ik kan, zoals ik al zei, de persoonlijke heatmap gaan openzetten. Dan zie ik alles waar ik als gebruiker zelf al gefietst heb. Maar ik kan ook die wereldwijde heatmap opzetten. En als we dan terug gaan inzoomen bijvoorbeeld, dan zie je hier een heel leuke afdaling waar veel gefietst wordt. Wij fietsen die regelmatig, de heatmap ook. We willen die er graag gaan bijsteken, dus doen een stapje terug. En je kan die er gewoon insteken. Oh, we zijn nog handmatig aan het tekenen. Zo. En Strava blijft handmatig tekenen. Ik ga even het laatste punt verwijderen. En nu is hij terug automatisch aan het tekenen. Je ziet hier net was het handmatig, kreeg ik niet gespecificeerd. Nu kiest Strava zelf en Strava bevestigt
door de stippenlijn. Het is onverhard. Op het hoogteprofiel krijg je hier ook die afdaling te zien. En je kan zelf kijken naar de hellingsgraad. Het is een afdaling van bijna 24%. Dus dat gaat er goed stijl naar beneden. Zo. We hebben een beetje een wirwar getekend. Ik ga gewoon even alles wegdoen. Dus dat was eigenlijk hoe je kan tekenen in Strava. Vergeet niet van af en toe eens persoonlijke heatmap op te zetten. Als je er zelf al gefietst hebt, zeker naar die wereldwijde heatmap te gaan kijken. En wat ook kan gaan helpen is de segmenten weergeven. Die heb ik nu opgeklikt en je ziet dat er onmiddellijk segmenten worden weergegeven in het gebied waar we willen gaan fietsen. Die segmenten kunnen we ook hier rechts gaan openklikken. En we zien bijvoorbeeld segment E. Als we het even aanklikken, dat is een downhill. En hoe loopt die nu? Ja, we kunnen het hier wel makkelijk op de kaart zien. Water zal wel beneden zijn, dus dit zal wel boven zijn. Zijn je daar niet zeker van, kan je de details gaan opendoen. En dan krijg je een extra pagina te zien bij Strava. Groen is het vertrek. De geblokte vlag, de aankomst. Je krijgt er een profiel bij, de afstand. En voor zij die graag op segmenten jagen, ziet je natuurlijk ook het volledige klassement. Als we nu een route gaan tekenen waar we dat segment willen gaan insteken. Ik wil bijvoorbeeld starten in Walzij. En ik ga naar Furfos. Je ziet dat er al een stuk van het segment ingestoken wordt. Dat wil ik nog niet, dus ik versleep de route. Even gaan inzoomen. En nu ga ik het segment er helemaal insteken. En je ziet dat het segment opgenomen is. Om de tour volledig te maken, keer ik terug naar mijn startpunt. Ik heb nu 8,35 kilometer en mijn hoogteverschil en mijn profiel. Dus de route is getekend. Nog een hulppuntje dat ik kan aanschakelen is hier links de afstandmarkeringen. Dan zie je terwijl je aan het tekenen bent hoeveel kilometer je al getekend hebt. Je ziet, ik zat op 8, nu springt hij naar 9. Ik ga die even wegdoen. Allemaal goed en wel, we hebben een route getekend. Nu willen we die natuurlijk op ons toestel krijgen. Of op zijn minst een GPX ervan kunnen downloaden. Dus hier rechts, hier rechts heb je de knop opslaan. We gaan de route een naam geven. Walzij met segment downhill. Route type. En dat is daar waar Strava ons mountainbikers een beetje in de steek laat, vinden we. Je kan routes tekenen en je kan een routetype gaan ingeven. Road, mountainbike of cyclocross. Maar tot op vandaag krijgen we die gegevens van Strava nog niet terug. Dus zij weten wel degelijk met welke fiets we rijden. Of als we een route bouwen, in welk klassement of in welk type fiets we die route gaan steken. Maar als gebruiker krijgen we die nog niet terug. Hopelijk komt dat nog. Dat zou veel handiger maken voor ons. Je kan gaan kiezen of de route openbaar moet staan of privé. Ik zal ze nu even openbaar zetten. En ik ga ze opslaan. Zodra de route opgeslagen is, komen we in het volgende scherm. Hier zien we de details van de route die we net getekend hebben. Terug met alles, hoogteprofiel waar je kan overgaan. Je ziet ook de segmenten die opgenomen zijn in de route. En hier rechts zie je nog een keer een aantal statistieken, afstand, hoogtemeters, type fietsrit. En dan boven is waar het te doen is. Je kan er nog veel voor gaan kiezen om die route te gaan afdrukken. Heeft weinig meerwaarde voor ons. Je kan een GPX gaan exporteren.
Dus als je daarop klikt, dan zie je dat er onderaan een GPX-bestand wordt gedownload, wat je dan kan gaan overzetten manueel naar je GPS-toestel. Je kan er ook voor kiezen om een TCX te gaan exporteren. TCX-bestanden zijn ook een soort van GPX-bestanden die je kan gaan gebruiken op GPS-toestellen die geen basiskaart hebben. De meeste van ons hebben kaartmateriaal op hun GPS staan, dus je kan eigenlijk gewoon ervoor opteren om GPX te gaan exporteren. Hier kan je de route ook terug gaan bewerken. Dus als ik die ga aanklikken, dan kom ik terug in de routebouwer tool en kan ik die terug gaan bewerken, die route. Ik ga ze nu terug gewoon even opslagen. Oops. Of ik kan die ook gaan dupliceren. Dus als ik die dupliceer, wordt er een nieuwe route gemaakt die ik daar terug kan gaan aanpassen en een andere naam geven eventueel. Voor de mensen die automatisch synchroniseren tussen Strava en Garmin Connect, is het belangrijk dat deze ster wordt aangeklikt. Standaard staat die aangeklikt, dus als je in Strava routes een route tekent en je bent verbonden met je Garmin Connect, dan gaat die route ook automatisch in je Garmin Connect verschijnen. Zo, dat was het een beetje hoe je een eigen route gaat tekenen. Een tweede luik wat we even willen gaan tonen is een route van iemand anders gaan kopiëren of gaan bewerken. Dus je kan enerzijds zelf gaan kiezen, ik start daar, ik wil langs daar en daar fietsen, dat hebben we net behandeld. Maar een tweede mogelijkheid is dat je een route wilt gaan narijden van iemand anders, maar die woont niet per se waar jij wilt gaan vertrekken natuurlijk. Dus ik ga hier even een route opzoeken. Zo is het. Mijn broer woont in Sint-Niklaas. En ik zou er wel eens willen gaan fietsen, dus ik zoek gewoon even zijn profiel op. Ik krijg hier van alles te zien, al zijn activiteiten en ook een overzicht van zijn laatste routes. Stel nu, ik wil deze route in Sint-Niklaas, ziet er mij wel leuk uit, ik wil ook eens gaan fietsen. Maar ik woon natuurlijk niet helemaal daarboven in Sint-Niklaas, laat ons zeggen, ik woon in Temse, dus ik moet die even gaan aanpassen, die route. Daar zijn een aantal mogelijkheden voor. Ik kan hier gewoon route creëren, kan ik gaan klikken. Hier links heb je drie puntjes. Daar kan ik ook terug een route gaan creëren. Dus met die twee knoppen kom je terug in de routebouwer terecht. En je zal zien dat die route nu open gedaan wordt. De meeste routes zijn in LUS. Dus start en aankomst zijn hetzelfde. Ik ga even gaan inzoomen op de start. Ik kan nu gewoon bijvoorbeeld die finish een klein beetje gaan verschuiven. Hop. En je ziet Strava herrekent onmiddellijk die route. Ik ga even de heatmap uitzetten. Wat blijft er zichtbaar? In het grijs blijft de originele route zichtbaar. Maar door nu die finish een beetje te gaan verschuiven, zie ik wel waar er gestart werd. Ik pak nu die startplaats. En ik woon in Temse, zeg maar. Ik verschuif die gewoon. Strava gaat terug onmiddellijk beginnen rekenen. Dus de originele route is nu gewoon opnieuw getekend, zeg maar, van de startplaats waar ik wil gaan starten. En die brengt mij zo snel mogelijk naar het eerste routepunt wat gekend is op die route. Hier onderaan zie ik 89% verhard, 7% onverhard. Ik zou toch liever wat meer onverhard hebben. Dus ik kan hier gewoon gaan kiezen onverharde wegen. En je ziet dat die verdeling al helemaal anders wordt. Natuurlijk, een streek waar heel veel verhard is en weinig onverhard, kan Strava ook geen mirakels doen. Maar je ziet dus de originele route en de hertekende route. Strava heeft toch het een en het ander aangepast daar. Ik kan die ook gewoon terug gaan opslaan. Ik geef die zelf een naam.
met de mountainbike en deze zet ik liever privé. Dus ik slaag die even op en je ziet, de route staat bij mijn overzicht. Als ik nu hierboven ga kijken bij het dashboard, daar zie je eigenlijk een overzichtje van wat er allemaal kan, mijn routes. En je ziet de laatste twee routes die we getekend hebben, zowel Temse heb ik privé gezet, Walzij heb ik openbaar gezet en die staan hier gewoon in. Alle routes die ik wil laten synchroniseren naar mijn Garmin Connect account moet ik een ster geven. Kan ik ook hier nog gaan aanpassen. Je ziet deze route bijvoorbeeld had nog geen ster. Die kan ik nu gewoon gaan aanklikken of gaan afklikken. Je kan ook een onderscheid gaan maken tussen fietsen, hardlopen, wandelen. Wij houden het gewoon op fietsen. Goed. Ik ben klaar. Ik heb alles getoond wat ik jullie wou tonen. Als er nog vragen zijn, hoe importeer je routes? Manfred, hoe importeer je routes van je GPS naar Strava Summit? Als uw GPS gekoppeld is via Garmin Connect aan Strava, dan wordt alles automatisch gesynchroniseerd. Dus als ik hier bijvoorbeeld ga zien naar mijn activiteiten, even voor Manfred. De verkenningen die we gereden hebben, die zijn gewoon opgenomen met een horloge. En die worden automatisch naar Strava gesynct. Daarvoor is het belangrijk dat je even naar je Garmin Connect account gaat. Ik zal het even tonen hier. En hops. Moet ik even gaan zoeken waar het was. Ja. Dus Manfred, je gaat naar je Garmin Connect account. Klikt even door op je profiel. Account instellingen. En dan ga je hier naar de account gegevens. En onderaan zie je welke apps gekoppeld zijn. Als je geen Garmin Connect hebt, dan krijgt hij die niet automatisch van uw GPS op uw Strava. Wil je dat zonder Garmin Connect doen, dan gaat je van uw GPS eerst uw GPX-bestand moeten gaan downloaden. En dan kun je hier via de plus bij Strava activiteiten gaan uploaden. En dan kun je gaan kiezen. Ofwel doe je dat rechtstreeks van je apparaat, hè, maar dan moet je apparaat gekoppeld zijn aan Strava. Of je kunt ook een bestand gaan kiezen. En dan kun je gewoon een GPX-bestand, ja, ik heb er hier nu niet onmiddellijk heen, maar dan kan je gewoon een GPX-bestand gaan opladen ook. Het belangrijke is wat je rekening mee moet houden als er fouten staan in uw GPX, ik zeg maar als er tijdsmarkeringen niet kloppen of dit of geen, kan het zijn dat Strava uw GPX-file niet gaat aanvaarden. Daar zijn wel workarounds rond, maar dat gaat een beetje te ver om dat hier allemaal uit te leggen. Dus maar een GPX-file, dus een log van een rit die je gereden hebt, kan je gewoon gaan downloaden van je GPS en gaan opladen naar Strava. Ik kijk hier nog even naar de vragen. Nee, vroeger kon er op locatie gezocht worden in Strava, maar sinds een paar maanden kan dat niet meer. Hè. Dus Peter vraagt hier, kan ik bestaande GPX'en zoeken in een streek? Dat kon vroeger, dat kan nu niet meer bij Strava. Wat je wel kan gaan doen is, ik ga het hier even tonen, is die route gaan creëren. Stel, je wilt in Trapon gaan fietsen. Ups. En dan zie je dat je de wereldwijde heatmap gaat aanzetten. Daar zie je wel dan waar er veel gefietst wordt. Maar effectief volledige routes gaan opzoeken op locatie kan niet meer bij Strava. Kon vroeger wel, nu niet meer.
het startpunt veranderen van de route. Nick. Ja, dat kan zeker. Ik ga dat hier even nog eens laten zien. Ik zal een van mijn routes pakken, Nick. Wat hebben we hier allemaal? Ja. Dit is bijvoorbeeld een route van een paar weken geleden. We waren toen aan het tourskiën in de Franse Alpen. Dus je zoekt gewoon de activiteit op van iemand die je volgt op Strava, die je wilt gaan namaken. Je klikt die activiteit aan en je gaat die route gaan creëren. Dus die route gaat automatisch open in de routebouwer. Ik ga nu eens even laten zien, het was een winteractiviteit, dus ik ga even de winterkaart erbij pakken, maar op zich maakt dat niet zoveel verschil uit. Hè. Maar je ziet duidelijk dat er dan meer relief getekend wordt. Het begin van de route, Nick, wordt altijd aangeduid met een groen bolletje. Ik kan nu gewoon dat groen bolletje gaan vastpakken en ik kan dat gaan verslepen. En je ziet, automatisch wordt de route aangepast. Dus je opent gewoon de activiteit die je wilt gaan nafietsen. En je kan zowel met het begin van de route als met het einde van de route kan je gaan spelen. Je kan ook op de tussenpunten gewoon gaan staan, rechtermuisklik en je kan die wissen of je kan die ook zelf gaan verslepen. Dus hopelijk is dat wat duidelijk. Segmenten selecteren. Wacht hoor, ik ben even aan het lezen. Cyril vraagt de zin, personen in een bepaald segment. Ik probeer even uw vraag te snappen, Cyril. Dus je wilt personen die een bepaald segment gereden hebben, kun je meestal je route wel even lenen. Ja, je kan routes zoals ik je net getoond heb, gewoon terug opnieuw gaan rijden natuurlijk. Hè. En als je dan echt op segmenten wil gaan selecteren. Ik ga eens ergens anders naartoe gaan. Oeps. Ik pak terug de standaardkaart. Oké, dat van Cyril was geen vraag. Ah, oké dan. Ja, en inderdaad, als je zelf wilt gaan tekenen, zoals Koen ook zegt, die segmenten zichtbaar zetten, zoals we nu doen. Hè, dus hier links kan je de segmenten gaan zichtbaar zetten. Hier rechts kan je die nog eens gaan open doen en kan je gaan doorklikken om dan effectief het segment te gaan zien in welke richting het loopt en het bijhorende hoogteprofiel. En ja, als je zoveel mogelijk segmenten probeert te combineren in een rit, dat is natuurlijk ook al een sleutel tot succes, zeg maar. Hè. We zitten hier op de Citadel van Namen. Ik verschuif even de kaart. Hierboven kan ik de segmenten gaan vernieuwen. En ik zie hier inderdaad dat er al een hoop segmenten zijn die ik zou kunnen gebruiken in mijn rit natuurlijk. Hè. Dus stel, ik wil hier beginnen en ik ga naar beneden. Oh, ja. Ik was nog in Frankrijk met tourskiën aan het tekenen, dus Strava is nu een route aan het berekenen vanuit Frankrijk tot in Namen. Dat zal even duren. Ups. Mag ik een vraag stellen? Wacht, ik lees even mee. De route niet uitbreiden, maar op een ander punt van de route starten. Ja, je kunt op eender welke plaats van de route kan je starten. Maar als de vraag is hoe dat je daar met je GPS naartoe moet navigeren, ja, dat is iets dat we hier nu niet gaan behandelen. Maar op zich, vanaf dat jij de route zichtbaar stelt op je scherm, kun je een keer dat je op de fiets zit daar naartoe navigeren. Dat is geen probleem. Wat? Als je startpunt ergens op de route ligt, hoe kan je die veranderen? Ik denk dat het dezelfde vraag is. Goed, we gaan
nog eens een voorbeeldje geven. Ik ga terug naar mijn eigen account gaan. Zo. Dus ik ga even zien hoe je inderdaad dan in het midden van je route kunt gaan starten of je route aanpassen als je op het midden van de route wilt starten. Zo. Dus de vraag was, ik ga nog eens even kijken, waar zie ik ze hier? Wat als je je startpunt ergens op de route ligt, hoe kan je die veranderen? Stel nu, dit is de route die ik wil gaan gebruiken, maar ik wil eindertwaar, zeg maar, hier in Gendron starten in plaats van hier aan het kasteel. Dan kan ik die gewoon gaan verslepen. Maar je zal zien dat Strava dan alles rekent en hij stuurt je toch helemaal terug om langs die eerste routepunten voorbij te fietsen. In dat geval moet je eigenlijk zoveel mogelijk van die routepunten gaan wissen. Zo. Ik zie hier aan de kilometertelling langs waar de route loopt. Ja, want de kilometers lopen op. Zo, we hebben het al tot hier herleid. En zo kan je de route gaan vertekenen. Maar het is me niet helemaal duidelijk wat de vraag is. En Kim zegt, dus als ik een route maak en ik ben verbonden met Garmin Connect, dan wordt deze route geüpload naar mijn GPS. Ja, dat klopt. Als je die route maakt en je gaat die gaan opslagen, zoals ik nu doe, dan moet je vooral zien dat hier dat sterretje aangevinkt staat. Als dat sterretje aangevinkt staat, gaat hij automatisch gesynct worden met Garmin Connect. En als je toestel gekoppeld is aan Garmin Connect, gaat hij ook automatisch op je toestel komen. En Jan vraagt of Strava ook een volledige route automatisch kan tekenen als je een aantal voorkeuren ingeeft. Strava kan dat, maar niet via de desktop applicatie. Dat kan wel al met de mobiele app. Dus op je telefoon kan je Strava automatisch een route laten tekenen waarin dat je zegt hoeveel kilometer je wilt doen, wat voor ondergrond dat je wilt, heuvelachtig of niet. En dan gaat Strava je drie routes gaan voorstellen die gemaakt worden aan de hand van de gegevens die Strava heeft. Maar voorlopig kan dat enkel via de app en nog niet op de desktop. Als je die route maakt via de app, komt die wel in het overzicht van al jouw routes. Ja, we krijgen hier nog een vraag van Danny. Wat met het maken van een route en het stuk is dichtgegroeid? Ja. Daar kan Strava heel weinig aan doen, maar inderdaad, daar komt een stukje die heatmap bij te kijken. Routes die heel weinig gefietst worden, gaan ook lichtblauw staan. Maar dat kan je niet op de kaart uitlezen of een pad toegroeid is of niet. Zijn er nog vragen? Anders gaan we stilletjes aan gaan afronden.
Christophe steekt hier gewoon inpikken op de route. Ja. Voilà, ze. Ik heb alles laten zien wat ik wou laten zien. Wij blijven nog wel even op de chat aanwezig om wat mee te lezen en nog wat vragen te beantwoorden. Ik ga jullie bedanken voor de aandacht. En volgende week donderdag komen wij terug live. Waarschijnlijk gaan we dan nog een paar evenementen overlopen. Dus bedankt iedereen en tot de volgende keer. Salut! Als je het filmpje gezien hebt, was het heel hard aan het waaien. Je zag alles rood van kleur door de Sirocco-wind die eigenlijk vanuit Marokko de Mediterranee oversteekt, Sahara-zand meepakt. En hier in de bergen begint die wind rond te draaien, waardoor het zand eigenlijk, zoals bij een centrifugaalpers, naar beneden valt.
Van de nacht heeft het dan gesneeuwd en je ziet de oude sneeuwlaag. En hier ziet je een heel fijn laagje zand. En daar bovenop is een nieuwe laag sneeuw gevallen. Dat is een situatie om rekening mee te houden. Eindelijk de lang verwachte sneeuw. We hebben er een week op moeten wachten, maar hij is aan het vallen. Thank you.
250 meter. Hier moeten we beslissen. Best wel wat lawineactiviteit hier. Nou, we moeten hier boven de rotsbaan naar het plateau en terug over. Dus we gaan nog wat hoger gaan zien en dan beslissen we. Ja, hier stopt het voor vandaag. Te veel zon op de rotsen. Voor ons is de zon al alles aan het purgeren. We komen constant lawinetjes naar beneden. En straks moeten we onder die wand. Zouden we onder die wand door moeten traverseren, daar lag ook al een grote lawine. En de zon gaat daar straks op beginnen schijnen. Dus, We gaan naar beneden. Col du Loup de Champollion. Ja, het zal voor een andere keer zijn, hè.